We have major flooding happening at this hour in and around Calgary. Vanwege noodweer worden 100.000 mensen geëvacueerd uit Calgary. De stad en 12 andere gemeenten in het westen van Canada staan onder water. Het is een broer en kwantzuster bij de benen die daar wennen. En die gaan nou de overstroming daar mooi maken. En in het begin denk je van nou ja, overstroming hier in Nederland, het zal wat mooi vallen. Maar als je de beelden ziet en de foto's, dan word je er echt heel droevig van. Wij hebben, dat nemen ze hier dan in Canada en in Amerika, een basement. Nou, die is onder waterkamp. En wij hebben dan de kamer, het voldrekstong, de garage, het voldrekstong. En hoe heet het, dat moesten we er al hier, ja, met alles eruit. Het had een... Dus het 10 dagen had het in water en in drekstong. En dan mooie temperaturen van 30 tot 34 graden. Ja, dan krijg je enorme schimmel. Dus alles moest eruit. We moesten alles eruit breken. There's a lot of flooding of homes and yards. Now this is video we shot this morning. Iedereen hier eigenlijk zoiets van we willen graag wat van, maar de kerst niks van. Er is zand, ja, er zit zo'n stuk water tussen, daar is eigenlijk niks van kerst. Dus zo ben ik er eigenlijk via mijn mem en het fonds in Toronto ben ik er eigenlijk opgekomen om hier in Friesland wat op te starten. Toen we dat jaren in Sjoerd en ik, mijn man en ik, in de training negen, we wisten net wat we jaren. Het is hartverwarmend en het is net al jongen dat zoveel mensen nu steunen willen. En ja, nou ja, alle lietse bietjes helpen op dit moment, want ja, we zijn... ja, een soort verleen en het werkelijk weer, ja, ik kan het haast net onder woorden brengen hoe mooi en leef we dat gebaar vinden. Het is net Leon.